Ik ben Therese Jonkman en ik ben grafisch ontwerper van beroep. Ik ben Wilke Adema, ik ben tekstschrijver. Ik ben Dirk Brands en ik ben uitgever. Hoe ben je met ZME Steenwijkerland in contact gekomen? Ik ben actief uitgenodigd. Kijk. Ja, voor een oprichtingsvergadering. En die werd toen al heel goed bezocht. Maar het was maar iets van 100 mensen of zo. En, ja, dus ik heb het niet zelf opgezocht, maar ik ben uitgenodigd. Het punt was, in Steenwijkerland was er geen club voor ZZP'ers. Geen netwerkclub voor ZZP'ers. Wel een businessclub, maar daar moet je nou het personeel voor hebben. Dus op zich was het heel interessant dat er een keer een netwerk kwam voor mensen zonder personeel. Hoe ben jij met ZME in contact gekomen? Ik was toen nog in vaste dienst, maar was ik journalist bij een lokale krant. Ik heb het eerste artikel geschreven over ZME, over de oprichting. Een halfjaartje later was ik zelf ZZP en ik, nou, nu moet ik me echt mee aansluiten om nieuwe mensen te leren kennen. Hoe ben ik erbij gekomen? En ik ben werkloos geraakt en drukzoekende, maar werken eigenlijk, wat er niet is. Voor mezelf had begonnen en zodoende met ZME in aanraking gekomen, maar nog steeds ZME. Wat heb je nou bijvoorbeeld aan deze club? Nou, ik geef een krant uit en Wilco zijn bijdrage daaraan is dat hij hem corrigeert. De teksten naloopt, de advertenties nakijkt, dus dat alles toch een beetje 100% erin komt te staan. En verder geeft Wilco die geeft het blad de zaak uit en doe ik een beetje acquisitie voor. Ja. Dus dankzij ZME werken jullie met elkaar samen? Ja. En dan nog wat meer dingetjes wat we samen doen. Ik had de eer om het blad Steenwijkerland de zaken uit te geven. En dat doen we met 5 ZZP'ers, 5 ZME'ers. En Dirk heb ik gevraagd omdat hij toch bij veel ondernemers, bij winkeliers, bij bedrijven op pad is. En dat hij alsnog probeert een advertentie te kopen voor de magazine. En zodoende kwamen we ook bij een ontwerper om het blad mooi vorm te geven. We kwamen bij Therese uit, die jarenlang ervaring heeft. Dus het is eigenlijk samen doen? Ja. Zelfstandig, maar met elkaar? Ja. En het leuke is dan ook dat je binnen ZME ook mensen kan vinden die de kwaliteit hebben om dat te doen. Ja. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Het aanbod moet er wel zijn en de kwaliteit moet er zijn. En de club wordt eigenlijk steeds groter, dat is ook wel interessant. We zijn met z'n drieën begonnen. Hè? En toen kwam er een fotograaf bij en Dirk kwam erbij. En dat maakt het, ja, dat maakt het ook nog interessanter, denk ik, om met een grotere club mensen aan één project te werken. Ja. Naast zakelijkheid ook gezelligheid? Of? We hebben wel eens een bijeenkomst gehad om te brainstormen, om nieuwe rubrieken te bedenken voor het magazine. Ja. We hebben gezellig in een drankcafé gezeten en nou goed, het duurde wel 2 uren. Ja. Dus was, gezelligheid is het. Ja. Ja, als elkaar zien wel. Ja. Ja. Dat zou misschien best nog vaker kunnen. Kan je zeggen dat het een schot in de roos is? Ja. Ja, ik vind het ook wel verrassend, moet ik zeggen. Want normaal, ik denk zonder ZME, weet ik niet of we elkaar gevonden hadden. Ik denk het ook niet. Nee. Dus wat dat betreft is het zeker waard. Zo heb ik diverse websites teksten mogen leveren. En heb ik die fotograaf die ook foto's maakt voor de zaken gevraagd om foto's voor de website te maken. En zo is weer een nieuwe samenwerking ontstaan. Kijk. Wat voor mij opviel in de eerste maanden toen ik zelfstandig was. Ik miste mijn collega's. Ik werkte in een team van 11 mensen en dan sta je plotseling helemaal alleen. En dan kun je er weer veel vragen terecht bij zetten mee, maar ook bij andere collega's, ZZP'ers, hoe zij daarmee omgaan. Dat vond ik wel heel prettig.